Beste vrienden, Paramaribo groeten met de Biggie Brassa. Straight from the heart. Defi rustig. Noem ik next day in de gue. Hier en nou. Het stokpaardje is weer hier. We willen vooruitgang in Suriname. Maar dan moeten we wel erkennen dat we eigenlijk achteruit zijn gesteld. Dat hebben we zelf gedaan. En wanneer ik dat zeg, dan doel ik op de mensen die behoren tot de kinderen van mijn afo en trotro. Onze afo en onze trotros. We hebben het niet goed gedaan. Maar er is altijd tijd om te corrigeren. En daar ga ik vanuit. Maar om te corrigeren moet je eerst erkennen dat je fout zit. Dan kun je de fouten herkennen die je maakt omdat je fout zit. Beste vrienden, voor het gemak deel ik Suriname op in de twee grootste groepen. En voor het gemak noem ik de ene de rotimakers en de andere de roti-eters. Wat niet wil zeggen dat de rotimakers ook geen roti-eters zijn. Nee, alleen kunnen roti-eters zelf geen roti maken. Anders zouden ze een eigen rotiwinkel hebben waar iedereen roti zou kunnen kopen. Roti is inmiddels internationaal. Meteen, toch? Internationaal sowieso, maar zo sterk dat ze het hebben geëxporteerd naar Holland. En in Holland zijn er een aantal rotiwinkels. Iedereen koopt rotis. Daarom zeg ik de rotimakers en de rotieters. Beste vrienden, ik ben voorstander van een harmonieus Suriname waar wij samen wonen, werken en genieten van het mooie land. Maar wij zijn daar nog niet. Wij zijn slechts op het punt waarbij we kijken hoe anderen genieten, terwijl wij ver achter aan die boerikiwagi duwen. Het gaat niet vooruit. Want inmiddels hebben we ook vierkante wielen in Suriname. Beste vrienden, metaforen, voorbeelden, om u duidelijk te maken wat er aan de hand is met onze Afro-broeders en zusters. Wij zijn achtergesteld door wat we zelf hebben gedaan. We hebben nooit ingezien dat we in snel tempo ons moesten ontwikkelen. Dat want je moet je kinderen naar school sturen. Als we vandaag kijken naar Suriname, dan zien we nog steeds mensen die een boslandakte hebben om daarmee de kinderen in het binnenland te onderwijzen. Kijk in het binnenland, je ziet verschillende scholen die alleen maar een gebouw hebben. Praktisch geen stoelen of banken. En de leerkrachten, die zijn er niet. Nog steeds. Ik praat over op dit moment 4 februari. De tijd gaat snel. 2024. Het is erbarmelijk gesteld. Met alles van ons. En nog durven wij een scheldkanonade te beginnen door degenen die
zichzelf in een vooruitgeschoven positie hebben gewerkt. Ongeacht wat ze gedaan hebben. Want als u begint te verwijten over wat ze gedaan hebben, dan had u hetzelfde kunnen doen. Maar wij waren niet zo slim. We hebben elkaar achterlijk gehouden. En daarom zeg ik heel vaak dat het ontbreekt aan leiderschap in Suriname. Wij wachten tot die leider komt, terwijl eigenlijk iedereen de leider moet zijn binnen je eigen contouren. We wachten. We gaan stemmen en stemmen steeds eigenlijk op de verkeerde mensen. De verkeerde mensen zijn de mensen die onze toekomst frustreren. Zijn mensen die stelen van de kinderen van wie het land behoort. U weet dat we het land geleend hebben van de kinderen. Het wordt gestolen. En nu verwijten wij rotti-eters. Wij verwijten de rotti-makers dat zij het allemaal verkeerd gedaan hebben en dat ze het ons aangedaan hebben. Beste vrienden, niemand heeft ons iets aangedaan. Wij hebben alles onszelf aangedaan. U weet, bij de onafhankelijkheid waarvan ik zeg dat hij een rommel is. Onafhankelijkheid is een rommel. En als die onafhankelijkheid geen rommel was, dan zaten we vandaag waarschijnlijk in een betere positie. Maar die onafhankelijkheid heeft ons geen goeds gebracht. We hadden geld gekregen, verdiend, mag ik zeggen, om het binnenland te ontsluiten, om scholen te bouwen, te maken, om armoede te bestrijden. Ik noem slechts 3 zaken. Het zijn mijn stokpaardjes. En we hebben het niet gedaan. We hebben onze hoofden gestopt in gigaprojecten, waarbij we begonnen zijn bij niks en aankwamen bij nergens. Triest. Vandaag, maar bijna 50 jaar geleden is die onafhankelijkheid, en we klagen nog steeds over die onafhankelijkheid. Weet u waarom? Niet omdat we in het verleden leven, maar omdat de fouten die toen gemaakt zijn, zich vandaag manifesteren, groter worden. En de rottimakers, die hebben wel zich ontwikkeld en zijn verder gegaan. En wij zijn achtergebleven. Ja. Het is triest. Het is triest. En het ligt niet aan die rottimakers. Nee, het ligt aan die rotti-eters. Want wij zijn slechts consumenten van alles wat er wordt ingevoerd. Want productie 0,0. Wat we hebben, verkopen we wel aan het buitenland, maar dat is het verkeerde. We sera udu, we verkopen het ronde hout. En triest te zien dat de tweedehands stoelen en tafels voor de scholen in een paar containers krijgen uit Nederland. We schamen ons niet. Unabisheng! Unabisheng! Want we hebben zoveel hout dat we elke school die in Suriname gebouwd wordt kunnen voorzien van schoolmeubilair. Plus alle huizen die in Suriname gebouwd worden van huismeubels, van kasten, van stoelen, tafels, banken. Ah,
sofa's, prachtige dingen. Ah! Zal ik u één ding zeggen? Er zijn in Suriname een paar fabriekjes en die behoren de rotimakers toe. Want dat hebben ze wel ingezien. Alles zien ze in. Want ze weten één ding. Ablakaman, een roti-eter. Maar die is te lui om te denken. Te besodemieter. Om hun tong aan de gang te zetten. En te produceren voor het eigen land. Liever houden ze hun hand op en een zogenaamde hulpactie van het buitenland. Stoelen en tafels. Unabi Sheng. Unabi Sheng. Mijn beste vrienden. Het is droevig gesteld. Man. Het enige wat wij. Blagaman, de roti-eters, het enige wat wij doen is consumeren. En van wie? Niks is van ons. Praktisch geen enkel bedrijf behoort toe aan die Blagaman. Alles is Chinees, Hindoestaans, Libanees. En enkele anderen. Niks. Unabi. Lastig, no? Ik weet dat het lastig is. Maar iemand moet het zeggen. Zodat u zich gaat realiseren. Van, hé. Was aan fout? Ja, was aan no boom. Laten we pogen. Proberen. Om het anders te doen. Beste vrienden. Het is droevig met ons gesteld. En wij, wat praten we over? Nieuwe verkiezingen, verkiezingen, verkiezingen. Dan gaat het anders worden. Mijn Mars, tot anders. Het gaat erger worden. Want er is nog niemand geweest die een echte filosofie ontwikkeld heeft om Blakka vooruit te helpen. Wawang, wawang karu, wawang karu. Maar het meeste wordt kapotgeslagen. U weet het. U weet het. De kinderen van die Blakkaman lopen en rennen op straat. Praktisch elk schoolgevecht maken ze elkaar kapot. Lange messen komen tevoorschijn. Sommigen hebben zelf pistolen meegenomen naar school. De vet verschrikkelijk. Geef toch niet. Ik zie dat niet bij mijn andere broeders. Niet bij mijn Javaanse broeders. Niet bij mijn Chinese broeders. Ik zie dat niet. Ik zie het alleen bij de kinderen van kinderen. Van kinderen van Afo. Onze Afos en onze Trotros. We zijn helemaal vergeten wie we zijn, wat we zijn. En we doen maar. We rijden auto's die groter zijn dan het huis waarin we wonen. Als we geld hebben, kopen we een grote auto te kopen en daarna zijn we slaaf. Van die auto's, want je moet ervoor zorgen. En we klagen dat de benzineprijs omhoog gaat. Dat klopt. Iedereen voelt het. Maar als je geen poen hebt, en je rijdt een biggie auto, dan voel je het nog erger. Beste vrienden, het dieven, jatten, roven, dat komt op het moment. Dat je niet naar school bent geweest, je hebt geen vak geleerd, je werkt niet, dan is de enige manier om iets te doen, is roven, stelen, dieven.
En daarmee doe je eigenlijk precies hetzelfde als wat in het groot gebeurt. Alleen sluiten ze die klootzakken niet op. Jij wordt direct opgepakt, opgesloten of neergeschoten. Pas op. Uneleri. Uneleri. Maar ten condoro voor een begin. Leri noja. Want het is niet te laat. Het is alleen te laat wanneer je niks doet. Honderden roti eters, blakkamang, worden gevoed door anderen. Je moet ze zien staan in de rij. 60, 70, 80 man. Unabishing. Een gehandicapte moeten wij voeden. Een stukje van je eigen brood, ja. Maar als je per se gehandicapt wil zijn om gevoed te worden, zijn wij totaal in een verkeerde straat bezig. Mijn lieve vrienden, ik blijf u eraan herinneren dat wat wij zullen zijn, is wat we van onszelf hebben gemaakt. Wie wil een bedelaar zijn? Wie wil zijn hand ophouden? Want het maakt niet uit, je kan je net zo goed je hand ophouden wanneer we stoppen bij een stoplicht. En in het andere geval bedel je dat je een pakketje krijgt van een regering, wat voor regering dan ook. En die blijven de pakketten delen in allerlei vormen, want het wordt verkiezingstijd. En er wordt van u verwacht dat u degene die u voedt een kruisje geeft, zodat ze u verder kunnen voeden en daarmee het land verder kunnen vervloeken. Wat is de filosofie van die partijen die zich opmaken om in de strijd te gaan bij de volgende verkiezingen als ze er komen? Want ik weet, ik zeg u eerlijk, ik weet niet of die verkiezingen er komen. We kunnen wel een grote mond hebben en allerlei dingen doen, maar ik weet niet of die verkiezingen er komen. Het is niet uitgesloten, maar blijf rustig.